je moet het een keer vastgehouden hebben. Maar als je bijvoorbeeld zo'n bijl als deze vasthoudt en je ziet hoe die gemaakt is, je moet zich goed realiseren, dat is de steentijd waar we het over hebben. Hè? Een barnstenen bijl als topstuk, maar er is veel meer gevonden. 120 graven, vol met zogenaamde grafgiften. 5000 jaar oud en in prachtige conditie. Dit is het grootste trechterbekergrafveld van heel Noordwest-Europa, dat klopt. Het is een van de eerste plekken in Nederland waar mensen zich gevestigd hebben. Waar ze zijn blijven wonen. Waar ze een gemeenschap hebben gesticht. Waar ze boer zijn geworden. Het is prachtig. Nou, we hebben dus in totaal 120 grafkuilen gevonden. We zijn nog letterlijk de laatste twee grafkuilen, 119 en 120, nu aan het opgraven. Dus we hebben dit bekertje niet teruggestopt. Dit zien we nu dus echt pas voor het eerst zo. Er is nog kans dat er veel meer uit die graven tevoorschijn komt. Maar dat gaan we straks pas zien. Ja, en het bijzondere is gewoon, de omvang van het grafveld is ongekend. Het aantal bekers, je moet zich voorstellen, in Nederland kennen we goed gedocumenteerd ongeveer 50 trechterbekers of delen van. En wij vinden ons hier in het grafveld 120 van dit soort bekers. Ze zijn niet allemaal in deze staat, maar bijna de helft is bijna gaaf en compleet teruggevonden. Dat is echt ongekend. Ja, en allereerst wil ik graag dat er gewoon onderzoek naar gedaan wordt. Dit is zo bijzonder. Daar is wel geld voor nodig. Dat kunnen wij als Delftse alleen niet betalen. Daar heb ik ook echt het Rijk voor nodig en de provincie. Vragen we ook om hulp. Maar de Universiteit van Groningen, andere wetenschappers moeten de kans krijgen om dit gewoon te onderzoeken. Ik loop hier nu langs de contour van een grafmonument dat we hebben opgegraven. En dat is in feite qua vorm en afmeting precies een hunebed, alleen dan van zand. Uit voorgaande graven die we hier hebben gezien en opgegraven, weten we dat de overledene in foetushouding, dus gehurkt, met de knieën omhoog werd begraven. En dan vaak kijkend naar de pot. Dus we zouden nu verwachten dat waar Milou hier aan het graven is, dat er dan daar ergens een hoofd zou moeten zitten en dan het lichaam en dan met gebogen knieën daar de voeten. Maar dat kunnen we nu niet zien, want het botmateriaal, dat is na 5000 jaar in dit fijne zand gewoon compleet vergaan. Dus het enige wat er dan nog rest of kan resten is een afdruk van de overledene in het zand. Volgens mij gaat u deze niet meer loslaten. Nee, het is ook een hele bijzondere ervaring om de eerste keer dat je dat vasthoudt en dat je dat realiseert. Dat is ontroerend. Het is echt mooi. Ja.